Hey, ik ben Jan Aquarius, happiness en high performance expert en ik wil vandaag met jullie de vierde happiness tip delen. Groei. Zoals Tony Robbins zegt, progress equals happiness en ik ben het met de I am not your guru eens. Als we beslissen als persoon om te investeren in onszelf en in onze groei, dan investeren we in ons geluk. Herinner je de momenten en het excitement dat je hebt als je als persoon groeit. Als je bijvoorbeeld nieuwe dingen leert, of als je nieuwe inzichten verwerft. Of als je een project dat een beetje buiten je comfortzone was, succesvol afwerkt. Of als je iets doet waar je bang voor bent. Of als je voelt dat je fitter wordt wanneer je aan het investeren bent in je lichaam en meer aan het sporten bent. En dus al die dingen, die progressie over het algemeen, doet je ons goed voelen. Stil blijven staan of te lang stil blijven staan daarentegen leidt vaak tot een soort dufheid en inertia. En dus dat, te lang stil blijven staan, dat begint op een gegeven moment aan ons te knagen en een stuk ook aan ons zelfvertrouwen te eten. Ik vertel in mijn trainingsprogramma's wel eens het volgende verhaaltje. Als ik een jaar of 10 was, dan ging ik vaak zwemmen in de IJzeren Man in Weert. Die hadden een prachtig openluchtzwembad met een hoge springplankentoren. En ja, als klein manneke, een klein 10 jaar, de eerste keer op die springplank, je gaat die trapjes op, je loopt naar het einde van die springplank en je staat te kijken naar het water en je beseft opeens toch, potverdorie, toch hoger dan ik dacht. En een beetje angst komt dan in je lichaam. Nu mijn ouders stonden te kijken of mijn vrienden stonden te kijken, misschien ook wel wat meisjes, dus terugkeren was sowieso geen optie. En dus op een gegeven moment raap je toch je moed bijeen en spring je er wat klungelig in het water. Plons in het water, zwem naar de kant en op die moment, dat gevoel dan, wat is dat? Dat is excitement, dat is trots, dat is je goed voelen. Een paar minuten later, oké, je probeert nog eens, nog een beetje onwennig, maar het gaat toch al iets vlotter. De derde keer al een klein aanloopje, de vierde keer alles goed in de springplank springen. De vijfde keer probeer je misschien al eens te duiken. Het einde van de dag was er misschien salto's aan het doen of sprong je van de 5 meter hoge springplank af. Dus het toont aan dat die eerste stap, Die je moet nemen als je groeit, dat is vaker oncomfortabel en dat is ook normaal. Maar als je doorzet, dan leidt dat toch vaak tot extra trots, tot meer zelfvertrouwen ook en meer positieve emoties. En daar is het hier natuurlijk om te doen. Dus een eenvoudige challenge voor de komende weken in theorie. Doe iets buiten je comfortzone. Dus denk aan iets wat voor jou buiten je comfortzone is, wat een stuk oncomfortabel is, wat een uitdaging is in jouw leven. Maar idealiter ook iets wat je eigenlijk ook wel zou willen. Dus iets waar je ook wel naar uitkijkt, maar waar je de stap niet echt goed voor durft te zetten. En dan probeer dit op het eerste moment dat je het kan doen. Dus als je het alleen kan doen, als je geen situatie nodig hebt, doe het als eerste ding maar je vroeg. Herhaal het een aantal keer per week, voor minstens een maand lang. En ik hoop dat je dan gaat voelen van, oké, ik ben aan het groeien en ik begin me beter te voelen, het begint allemaal makkelijker te gaan. En op die manier bouw je aan je zelfvertrouwen en je geluk. Ik wens je er heel veel succes mee. Als je vragen hebt, mag het altijd laten weten. Stuur me een berichtje. En tot snel.